Welkom bij een nieuwe weekvlog. In deze video laat ik een samenvatting van mijn week zien. En we beginnen met de maandag. Ik maakte mij zoals gewoonlijk klaar voor de dag, koos een outfit uit en ging vervolgens naar werk toe. Milo was mee en we hadden een workshop op de planning staan. Dit duurde tot een uur of één en vanaf dat moment hadden Rits en ik vakantie. We gingen in de middag even samen de stad in om langs een tentje te gaan waar we allebei een croissant hebben gehaald. De rest van de middag hebben we lekker door de stad gewandeld en zijn we nog een paar winkels in geweest en hebben onze wandeling afgesloten met een ijsje. De rest van de dag had ik eigenlijk niks bijzonders gedaan en vandaar dat ik ook niks had vastgelegd. Dan gaan we door naar de dinsdag. Op deze dag had ik iets leuks op de planning staan. Dus vandaar dat ik uitgebreid de tijd nam om mij klaar te maken. En dit was mijn outfit voor de dag. Een jurkje. En na het klaarmaken ging ik met Milo naar buiten ontbijten. En toen was het alweer tijd om de deur uit te gaan. Ik ging namelijk samen met Rebecca naar een event van het spa. De locatie was echt super mooi. We proefden een aantal van de nieuwste smaken en kregen daar ook bijpassende hapjes bij. En hier heb ik natuurlijk onwijs van genoten, want van eten kun je mij altijd blij maken. Daarna hadden we een kleine workshop van hoe je je spa-drankje mooi kon stijlen. Al ging het niet helemaal soepel bij ons, maar ik vond het wel enorm vermakelijk. Toen ik weer thuis was, werd het tijd om outfits uit te kiezen, want er stond namelijk een korte vakantie op de planning. En ik vind het altijd zo lastig om van tevoren outfits te bepalen. En helemaal als je niet exact weet wat de weervoorspellingen zullen zijn. En na het inpakken werd het tijd voor avondeten. We hadden zalm met teriyaki en broccoli en rijst. En dit is echt een favoriet van mij. En toen was het alweer woensdag. Ik maakte me klaar voor de dag, ging even met Milo knuffelen, liet hem uit. En toen werd het alweer tijd om de auto in te stappen. We gingen namelijk naar een vakantiepark waar we voor een aantal dagjes ertussenuit waren met mijn schoonfamilie. Onderweg nog even langs de Mac geweest en na ongeveer anderhalf uur waren we aangekomen bij het huisje. Het vakantiepark ligt aan het strand, dus we zijn daar even naartoe wezen wandelen en hebben daar een drankje op het terras gedaan en heerlijk in het zonnetje gezeten. In de avond namen we mijn schoonouders mee uit eten en dat was dan onze eerste dag op het vakantiepark. En toen was het alweer donderdag. Het was gek om niet in mijn eigen bed wakker te worden, maar ik heb een prima nacht gehad. Ik ging rond een uur of acht me klaarmaken voor de dag. Vervolgens haalde ik Milo uit de bench en ben ik met hem gaan wandelen. Na de wandeling gingen we gezamenlijk ontbijten en speelde Milo even in de tuin. Hij had zoveel lol met de bal. Toen werd het tijd voor een kopje koffie die Rits had gemaakt en toen gingen we samen met Milo naar het strand. Dit was zijn eerste keer en hij had zoveel lol met het zand en het was echt zo schattig om te zien. Na een wandeling op het strand zijn we bij een tentje wezen lunchen en na de lunch gingen we terug naar het huisje waar we gelijk saampjes de sauna indoken. En voor de rest van de dag stond er niet heel veel op de planning. Even een koffietje gedaan buiten de deur, avond gegeten en dat was alweer de donderdag. Ook op vrijdag stond er niet veel op de planning. We waren de dag begonnen met een ontbijtje, gingen vervolgens een wandeling maken naar het strand. En de rest van de dag zat het weer een beetje tegen, dus we bleven in het huisje.
De volgende dag was ik zoals gewoonlijk rond 8:00 me klaar aan het maken. Liet ik Milo uit, kwamen we nog konijntjes tegen en maakte Rits pancakes voor iedereen. En na het ontbijt gingen we alweer terug naar huis en onderweg zijn we nog gestopt bij de Laplace om een broodje te eten. En eenmaal thuis ging ik gelijk onze tassen uitpakken, de was doen en de rest van de dag heb ik eigenlijk niet veel gedaan. Ik heb lekker schoongemaakt, mijn kast opgeruimd en sloten we de dag af met een lekkere pizza. En toen was het alweer tijd om mijn eigen bedje in te gaan. En toen was het alweer zondag. Ondanks dat we de afgelopen dagen er tussenuit waren, vonden we het toch fijn om deze dag thuis te spenderen. Ik had een aantal taken gedaan die op mijn to-do-lijst stonden, zoals opruimen, schoonmaken, kleine klusjes, boodschappen. En ondanks dat ik de hele dag thuis was, was het toch een productieve dag. En dit was dan een samenvatting van de week op naar een nieuwe.